Welkom iedereen bij Pokémon Conquest. Ja, geen intro, geen wat dan ook, geen poespas van de game. Nee, we gaan direct erin. Welkom bij Pokémon Conquest. En turn-based. Een strategy game die ook uit Nis viel in 2012. Wat op zich nu al een flinke periode geleden is. Maar dit was zo van... Weet je wat, kinderen? Dit is een hele leuke game. Het is van Nobunaga's Ambition. Wait, what? Nobunaga's Ambition. Oké. Okay. Ja, het is een... van Sega Genesis. Oké. Okay. Ja, het kwam uit 1983. Ja. En... Ja, het is heel interessant. Ik ben heel eerlijk. Ik heb geen idee waar dit idee vandaan kwam. Echt. Ik heb echt... Maar kijk, turn-based strategy games zijn niks nieuws. Dat hadden we al... Onthoud ik gewoon een GB, maar... Dat hadden we al met Advance Wars, hadden we al met Fire Emblem. Nou, Civilization kun je ook meenemen. Maar al die games die bestonden al. En ik ben heel eerlijk, als je puur kijkt naar het idee hiervan, zit ik zo van... Oké, okay, op zich, qua idee is niet raar. Want je hebt nu een Fire Emblem die dankzij Awakening, de GBA en Path of Radiance flink is gegroeid qua populariteit. En in recente tijden Free Houses. En dan zie je ook gewoon van, wauw. Turn-based strategy games zijn gewoon heel aantrekkelijk en zijn ook gewoon heel populair. Dus weet je wat, we gaan met Pokémon doen. Op zich, dat idee is niet zeg, maar ik snap niet waarom het opeens Nobunaga's Ambition is. Want... Ik weet niet, volgens mij hebben heel veel mensen vroeger wel de Pokémon Tower Defense games gespeeld. Nou, niet exact hetzelfde. Want het is niet turn-based, het is gewoon een continuous wave. Maar Pokémon en strategy games... Nou, Pokémon zichzelf is al een strategy game. Maar Pokémon en strategy als in meer standaard. Dus je turn-based strategy game, je Tower Defense games... Mystery Dungeon met resource management, dat heb je allemaal al... Dus daarom zeg ik van, oké, het combineren met een Japanse stijl wat gefocust is op Oda Nobunaga's verhaal, hoe hij de wereld overnam, is best interessant. Maar, godsam, ik heb echt geen idee wie dacht van, hé, laten we dit doen. Want een van de eerste dingen die was al gecombineerd met Koei Tecmo was de Murasame Castle Mode in Samurai Warriors 3. En daarna zei ze van, weet je wat? Want eerst punt, de Tsunakaze Ishihara, wat de CEO van de Pokémon Company was, was groot fan van Nobunaga's Ambition. En de president van Koei Tecmo, Ko Shibasawa, was weer fan van Pokémon. Dus dan combineren we die dingen. En dat is eigenlijk het hele idee erachter. Maar ja, laten we even kort hebben over de game. En voordat we helemaal achter de development gaan, want daar hebben we nog genoeg mogelijkheden voor. Ten eerste, de units die je hebt kunnen van 1 tot en met 6 zijn. Dus hoeveel meer units je meeneemt, des te gemakkelijk of moeilijk het voor jezelf maakt. Je zit op een grid. Die vaak te zien is, tenminste bij ons rechts onderin, van hey, zo groot is het veld. En je kan ook precies zien van hey, dit doet alle, doet die attack. Dus voor Eevee hebben we Quick Attack. Dat betekent één tile voor ons. Dus het kan zijn links voor ons, rechts voor ons, maar gewoon voor ons. Zelfs met Jigglypuff, de attack is gewoon voor de persoon in kwestie. Nou, je kan bijvoorbeeld ook andere dingen hebben zoals om je heen. Een wave, dus 3 tiles voor je of een lijn voor je. Maar ook, ik noem het preparation moves. Zoals bijvoorbeeld high jump kick, waarin je 1 tile vrij moet hebben en je dan kan attacken. Maar je hebt ook ranged attacks, zoals bijvoorbeeld een thunder, die 3 tiles van je af kan staan. Dus je kan niet altijd de goede, nou hoe zeg ik dat, goede moves hebben. Je kan een team van 6 snipers hebben, dat kan wel. Maar je hebt niet altijd de ruimte daarvoor.
En je werkt ook met, maar dat komt veel later, Elevation. Dus jij zit op level 1. Oké. Okay. Funder kan misschien raken op iemand die ook op level 1 staat, verder in de afstand. Maar niet wanneer hij 3 tiles hoog staat. Dus dat is een beetje waar je rekening mee moet houden. Maar ja, wie zijn wij? Wij zijn Lady Nobuna, wie de reference kent, goed bezig. Waar wij eigenlijk nu ons eigen land hebben. En dat land is Aurora. Maar ja, wij vinden dat een mooi land. Maar Ignis, dat land boven ons, van Hideyoshi, vindt het ook een mooi land. Dus ja. Maar ja, we gaan eerst even kort even alles langs van, hey, wat kan je zien? Nou, je hebt de gallery, waar je alle members hebt, die je kan zien. Pokémon die we allemaal hebben, wat ze ook allemaal kunnen doen. Title screen, quit en passwords. Passwords kan je bijvoorbeeld bepaalde Pokémon's gaan krijgen van, hey, weet je wat? Ik wil graag deze Pokémon. Oké, dan voer je dat password in. Bijvoorbeeld, volgens mij, is dat je bijvoorbeeld ook dingen kan krijgen als een Larvitar. Maar ook weer een andere Eevee, et cetera. Want zo heb je bijvoorbeeld, ja, doe je een password. Het is een rare alfanumerische code, dus ik kan ook niet echt zeggen. Maar dingen die je had was bijvoorbeeld een Pinsir, een Panpour, een Exu, een Darmanitan, een Beldum, een Larvitar, een Scyther, een Lepras. Dus op die manier komen mensen aan een Lepras zo vroeg in de game. Een Larvesta, een Dino, Lilligant en een Zoroark. In Japan waren een paar andere dingen. Veel Pokémon waren hetzelfde, alleen de passwords waren ten eerste anders. Maar sommige kon je ook op andere plekken krijgen. Dus ja, dat is een beetje het hele idee erachter. Nou, ieder land heeft zo zijn eigen posities, om het zo maar even te noemen. Of eigen faciliteiten waar je gebruik van kan maken. Nou, een van de eerste dingen die je al hebt is een simpele wild area, om het maar even te noemen. Waar je tegen wild Pokémon kan vechten om te levelen. Want ja, jouw strength neemt toe naar verhouding van je Link en je HP van je Pokémons. Ja, en Link is eigenlijk je level. Dus nu zitten we volgens mij op 16, 17 qua Link. En ga je naar de 60 of 70, dan kan je ook langzaam maar zeker veel sterker worden. En het is ook zo van, als je op de 60 à 70 zit, dan ga je Pokémon's ook evolven. Plus minus andere condities waar je aan moet voldoen, zoals bijvoorbeeld een Waterstone. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het hele idee erachter. Nou, sommige Pokémon's hebben meer range dan andere. En sommige Pokémon's zijn zo van, weet je wat, ik vind het prima, ik sta mooi hier. Nou, wat deze, naar mijn mening, niet goed doet en wat bijvoorbeeld een Fire Emblem game wel goed doet, is het geeft de range aan, maar niet de range van de attack. Dus wij wisten, oké, tot zover kan Starly lopen, maar blijkbaar is tot hoe ver ze kan lopen en tot hoe ver ze kan attacken verschillend. Dus zij kon naar Eevee toe lopen, want ik dacht van, oké, Starly komt niet verder dan daar. Oké, ik zet Eevee hier neer, dan kan ik haar attacken. Nope. Ze kan vanaf die positie ook al attacken. Nou, hier kan je altijd nog even dingen nakijken van, hey, weet je wat, zijn er nog speciale abilities? Of zijn er nog dingen die we kunnen doen? Nou, in de game heb je eigenlijk 3 dingen die iedere beurt kan doen. Je kan je gewoon normale Pokémon attack doen. Je kan je warrior skill doen. Warrior skill varieert van wat het kan zijn, maar het kan bijvoorbeeld zijn extra range. Boost in je attack. Of gewoon een heal voor al je Pokémon's. En laatst is de Pokémon condities. Er zijn speciale abilities voor je Pokémon. Die onder bepaalde voorwaarden triggeren. Nou, een van die dingen die kunnen triggeren zijn bijvoorbeeld, in het geval van Jigglypuff, een lullaby. Dus alles om haar heen valt in slaap. In het geval van Eevee kan dat zijn Celebrate. Omdat het Celebrate helpt als move. Ik weet niet meer of hij het ook in deze kreeg, maar hij kreeg Celebrate als move. Wat betekent dat hij weer opnieuw kan attacken. Dus ja, eigenlijk zijn het 2 dingen en een derde kan eens in de zoveel tijd triggeren als je daar zin in hebt. Maar ja, voor nu is het redelijk makkelijk. Je hebt gewoon wat simpele Bidoofs die je kan killen, wat Starlies die je kan killen. En het belangrijkste is om gewoon te levelen dat jij
wanneer je wordt aangevallen door andere troepen, dat jij ook een beetje terug gaat aanvallen en niet meteen wordt overweldigd door de enemy. Maar dat is het wel. Omdat het op Nobunaga's Ambition gebaseerd is, heb je heel veel kastelen of kastelen, regio's die je moet overnemen. Wij hebben nu Aurora, waar meer gefocust is op de normal types. Maar Ignis daarentegen is weer gefocust op de fire types. Nou, er zijn 17 kingdoms, 17 types, lijkt me logisch. Waar ieder kingdom voor staat. Maar als jij bijvoorbeeld, als wij niks hadden zitten in Aurora, zou Ignis ons hebben aangevallen omdat er is geen ding daartegen. Ze kunnen zo ons land binnenlopen en er is geen verdediging. Dus je moet er ook op letten dat jij je land aardig goed hebt beschermd. En dat is ook echt de reden waarom bijvoorbeeld heel veel Conquest Let's Plays 30 parts zijn. Of omdat ze echt alles laten zien van de main story. Of omdat zij focussen op bepaalde onderdelen. Ik zelf ga alleen maar focussen op de main story momenteel. Dus waar ik voornamelijk is op ga focussen is, eerlijk gezegd, meer het idee van hoe het eigenlijk in elkaar zit. Wat ik daarmee bedoel is dat ik eerst ga kijken van, hey, hoe gaat de story, hoe loopt alles en die dingen. Als je later andere stories wil, zoals bijvoorbeeld Hideyoshi's verhaal of Nobunaga's verhaal of een andere side story die we kunnen doen, zet in de comments neer en dan doe ik op een later moment, visit ik weer die dingen. Want dit wordt geen 100% run. Dit wordt ook geen run die gefocust is op alle DLC. Dit wordt gewoon main campaign. That's it. Maar ja mensen, dat was het. Volgende deel gaan wij Ignis invaden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.